Sporten met de modernste apparatuur. Bedrijfsfitness, personal training en groepslessen. Kom langs bij Sir Winston Fitness boven Grand Café de Halve Maan in Rijswijk. Je eigen weg vinden. Niemand kan je vertellen hoe dat moet. Vrijheid is heel belangrijk voor mij. Het voelt goed als ik over de stad uitkijk. Maar ook gewoon knallen, geen gezeur. Werken met gasten waar je wat aan hebt. Wij zoeken mannen die niet bang zijn en die de vrijheid kunnen handelen. Ben jij zo iemand? Kom even bij ons langs. Het kan snel gaan. Asta Casino op het Spui 27 in Den Haag is vanaf nu 24 uur per dag geopend. Het gezelligste casino van Den Haag en omstreken. Speel bewust 18 plus. Welkom bij Studio ADO. ADO Den Haag speelde in de laatste thuiswedstrijd in het Cars Jeans Stadion tegen de landskampioen PSV. ADO kwam op achterstand, kwam weer terug in de wedstrijd en daarna zelfs twee keer op voorsprong. PSV maakte echter toch nog gelijk en zo werd het duel afgesloten met een 3-3 eindstand. En dat betekent dat ADO Den Haag nog steeds in de race is voor de nacompetitie, de play-offs. En dat wel aan de goede kant van de ranglijst. Na afloop sprak onze verslaggever Rob Blankenstein allereerst met de doelman van ADO, Indy Groothuizen. Indy, kan ik je feliciteren met een punt? Ja, nou goed, gezien de andere resultaten denk ik dat we deze speelronde wel goede zaak hebben gedaan. Maar ja, het blijft natuurlijk wel heel zuur dat je op de valreep eigenlijk net als tegen Utrecht de 3-3 tegenkrijgt. En ja, gezien de strijdlust denk ik dat je jezelf moet belonen met 3 punten. Maar aan de andere kant heeft PSV ook goed gevoetbald vandaag en een aantal grote kansen gekregen. Dus ik denk dat we achteraf misschien ook wel blij mogen zijn met een puntje. Want de druk na die 3-2, die werd wel erg groot. Ja, klopt. Ja, je merkte dat de vermoeidheid een beetje opspeelde bij sommigen. En er waren veel achter de bal aan het lopen. En dan hoop je gewoon dat je zo'n wedstrijd hebt als Ajax thuis, Ajax uit, dat die niet valt. Of in ieder geval dat je in dat geval dan 2 keer een puntje eraan overhoudt. Maar in dit geval dat je de 3-2 kan vasthouden. Maar ja goed, de ene wedstrijd lukt dat wel, de andere wedstrijd lukt dat niet. Inderdaad, ik kwam op een gegeven moment echt een peloton van PSV-spelers. En dan probeer je op te houden met z'n allen. Maar ja, vandaag mocht het niet zo zijn. Wat jou persoonlijk betreft, hou je toch een lekker gevoel over aan die wedstrijd? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik heb een paar goede reddingen kunnen verrichten. En, 2 keer 1-op-1 situaties waar je als winnaar uit de strijd komt. Ja, klopt. Ja, nou ja, goed, daarin was ik de spelers van PSV gelukkig de baas vandaag. Alleen ja, toch blijft het voor mij ook, net als de andere jongens natuurlijk, zitten we allemaal wel in de kleedkamer. Van, ja, als we nu hadden gewonnen, dan hadden we er zo goed voor gestaan voor volgende week. Maar ja, goed, al met al mag ik denk wel op een goed optreden terugkijken. Je hebt je heel goed hersteld na die toch relatief snelle 0-1 achterstand. Kom je met 2-1 voor. Dan groei je ook in die wedstrijd. Ja, klopt. Nou ja, we zeiden van tevoren al van ja, deze jongens zijn kampioen en gaan toch iets anders een wedstrijd in. Althans, dat is eigenlijk een soort ongeschreven regel. Iedereen is wat voorzichtiger en is alweer bezig met het WK. Dus wij wisten gewoon, ja, als je vanaf moment 1 heel dominant bent en laat zien dat er hier niks te halen valt, ja, dan kan dat. Ja, dan valt die 0-1 eigenlijk heel ongelukkig. Maar daarna zie je wel dat iedereen de rug recht. En dat wij gewoon veerkracht weer tonen en dan draai je de wedstrijd eigenlijk naar jezelf toe. En ja, dat is dan wat ik zeg, is heel zuur dat die 3-3 dan nog valt. PSV de landskampioen, hoe lekker is het dan dat als in die groothuizen zijn, dat je in zo'n wedstrijd juist toch je stempel kan drukken? Ja, onwijs lekker. Ja, sowieso elke wedstrijd voor mij is heel lekker. Maar goed, ja, inderdaad, ik wist van tevoren al dat ik zeker een aantal ballen zou krijgen. En dat ik vandaag van waarde ben geweest, dat is natuurlijk persoonlijk heel mooi. En ja, voor het team natuurlijk ook goed. Nog 1 wedstrijd te gaan. Wat dat betreft treffen jullie volgende week Roda. Nou ja, goed, die moeten geloof ik met 12-0 winnen. Van jullie willen ze nog een kans maken om NAC achter te halen. PEC daarentegen moet naar AZ. Dus daar ligt ook wel mogelijkheden, denk ik. Als ze daar punten gaan spelen, dan moeten jullie uiteraard zelf al in Kerkrade afmaken.
Ja, nee, we kunnen het op dit moment alleen bij onszelf houden en zorgen dat we winnen volgende week. En dan zijn we inderdaad afhankelijk van PEC. Ja, goed, ik denk wel dat AZ het seizoen goed wil afsluiten. En ja, ze spelen in principe nergens meer voor natuurlijk ook. Dat is bij heel veel clubs nu het geval. Maar ja, ik denk fair play gezien dat iedereen gewoon zijn stinkende best moet doen. En ik verwacht eerlijk gezegd ook dat Roda gewoon erop gaat klappen. Maar ja, net zoals hier zo thuis moeten wij gewoon de baas zijn tegen hun. Succes volgende week. Dankjewel, dankjewel. En na het doelman in die groothuizen ging Rob Langenstein ook nog naar Lex Immers. Die na de wedstrijd nog een prijs kreeg uitgereikt. Rob Langenstein in gesprek met Immers. Lex, kan ik je feliciteren met een punt? Ja, ik denk het wel. Maar ja, het is wel vaker gebeurd dit seizoen dat je ja, vlak voor tijd eigenlijk een goal tegenkrijgt. Dat is tegen Feyenoord volgens mij gebeurd, tegen topclubs hier zo. Nu gebeurt het ook tegen PSV. Ja, is jammer. Je had hem natuurlijk graag over de streep getrokken, want dan stond je met anderhalf been in de play-offs, denk ik. Uiteindelijk PSV is hier ook niet naartoe gekomen om die wedstrijd weg te geven. Dus ja, om het al mogen we toch wel blij zijn met een punt. Ja. PSV begon sterk, kom er relatief gezien vrij snel op een 0-1 voorsprong. Maar daarna herstelden jullie ook uitstekend. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat we op een gegeven moment wel besef kregen van ja, weet je, we moeten vandaag wel wat laten zien en we moeten vandaag wel punten gaan pakken. Toen kwamen we daarna in de wedstrijd. Maar ja, PSV komt snel op voorsprong. Ja, mag eigenlijk niet gebeuren, zo'n goal. En uiteindelijk pakken we het goed op met elkaar. En ja, komen we 2-1 voor, gaan we ook 2-1 rusten. Tweede helft, ja, weer zonde dat je snel op 2-2 komt en dat we niet bij de les zijn. Uiteindelijk zie je op het bord komen dat Zwolle 1-0 achter staat. Nou, dan schreeuw ik even in het veld van jongens, kom Zwolle 1-0 achter. We moeten, scoren we uiteindelijk 3-2. En pakken we een top. Ja, en het is jammer dat Pereiro dan 85e minuut vrij staat achter in de 16 dat hij 3-3 binnenknalt. Ja, dat is zonde. En dat zeg ik, als je vandaag had gewonnen, had je hem anderhalf been in de play-offs gestaan. Toch even terug naar die 1-1. Uitstekende actie voor jou dat je hem goed koppend teruglegt op Johnson. En maken we weer perfect af. Ja, prima. Ja, maar ja, sowieso. Hij maakt van dit jaar heeft hij natuurlijk al 17 goals gemaakt. Dus ja, hij is gewoon een prima spits. En hij doet het fantastisch, Björn. En ik heb een goede klik met die jongen. En het was een goede bal van Danny. En ik leg hem terug op hem en hij schiet hem prima in. Rome kon er niet echt goed bij. En bij de penalty was hij natuurlijk ook betrokken. Hij wilde hem graag nemen. Maar ja, ik zei, laat nou de afspraken zoals ze zijn. En hij zit natuurlijk wel in zijn hoofd met die topscorerstitel. En ik zeg, laat de afspraken nou gewoon zoals ze zijn. En laat Nasser hem nou gewoon nemen. En uiteindelijk was hij toch blij met de goal en was hij erbij. Als je van tevoren weet dat PSV al kampioen is, wat verwacht je dan van PSV? Hoe zie je naartoe komen? Ja, nee, je verwacht ze in een hele andere formatie, een hele andere samenstelling, een hele andere opstelling. Maar ik vond dat PSV gewoon redelijk met toch wel aardig wat basisspelers op de proppen kwam. Alleen Van Ginkel speelde niet en Zoet niet. Nou ja, oké, Luc de Jong was geblesseerd dan. Maar daar hebben ze prima vervangers voor. En wat ik zeg al, PSV was hier echt niet naartoe gekomen om deze partij weg te geven. Die willen het gewoon goed afsluiten en dadelijk lekker op vakantie gaan. Dus blij met een punt ben ik zeker wel. Al met al. Loop je toch een punt in op PEC Zwolle. Hebben weliswaar nog een beter doelsaldo. Maar als je het programma weet van volgende week. Jullie spelen tegen Roda, die eigenlijk geen kant meer op kan. Zijn veroordeeld tot PD-wedstrijd. Of ze moeten met 12-0 van jullie winnen. Nou, dat gebeurt natuurlijk never nooit. Maar PEC moet naar AZ. Ja, PEC moet naar AZ toe. En als je gaat kijken naar de serie die PEC heeft gehad. Die hebben geen wedstrijd meer gewonnen volgens mij na de winterstop. Je weet het nooit. Voetbal is voetbal. En we hebben het volgende week gewoon in eigen hand. Als wij gewoon winnen, denk ik gewoon dat we het halen en dat we er zijn. En we moeten het volgende week maar zien. En ook gewoon tijdens de wedstrijd met de zijkant contact houden wat er gebeurt in Alkmaar. Als je het volgende week haalt, dan ga je op voor de play-offs. Dat had je nooit kunnen bedenken toen je hier vorige zomer in 2017 terugkeerde, neem ik aan. Nee, eigenlijk niet. Als je ziet waar ADO vandaan komt. Vorig jaar natuurlijk net aan gehandhaafd. En eigenlijk kom je hier in een vrij onbekende groep. Met allemaal nieuwe jongens. En dan moet ik zeggen dat we het vandaag dit jaar fantastisch hebben gedaan. Boven verwachting. Dat zijn dat soort wedstrijden. Als je uiteindelijk play-offs kan halen, zijn dat allemaal bonuswedstrijden voor de club. En dan hoop ik dat het gewoon weer vol stadion is hier. En dat we misschien nog door kunnen stoten ook. Tot slot, is wat jou betreft Björn Johnsen de grootste verrassing van dit seizoen?
Ja, voor mij wel. Ja, ik ken hem helemaal niet verder. En, ja, hij komt natuurlijk uit Noorwegen en half uit Amerika. Schotland? Ja, ze hebben hem opgevist uit Schotland. En, ja, ik had nooit van hem gehoord. Ik heb wat filmpjes van hem gezien, van die lange. Maar ja, ik moet zeggen, hij doet het top. En ja, we zijn echt tevreden met hem. En, ja, af en toe hebben we nog wel eens commentaar op hem, op die gek. Maar ja, 17 goals ja, is natuurlijk super van waarde voor ons dit jaar. Wat noem je letterlijk en figuurlijk een lucky shot met hem? Ja, nou ja, misschien wel ja, maar misschien, misschien ook niet. Misschien wisten bepaalde mensen ook zijn kwaliteiten en ja, komt dat er ook gewoon uit. En met Lex Immers sluiten we deze aflevering van Studio ADO af. ADO Den Haag speelt volgende week in Kerkrade tegen Roda JC. Komende vrijdag in onze aflevering gaan we vooruitblikken op die wedstrijd. Dank voor uw aandacht en graag tot vrijdag.